Ah, dat was een epische intro. Nee, grapje. Yo, gasten van YouTube. Ik ben Mitchell. En ja, vandaag weer eens een keertje een vlog. Ik maak meer vlogs. En dat komt puur omdat ik dat met mijn telefoon kan doen. En ja, het editen en zo gaat niet zo lekker met mijn computer. Daarom heb ik even een updateje voor jullie. Nee, ik ga dus ergens rond de zomervakantie waarschijnlijk een game PC kopen, want met de PC waar ik nu mee edit en zo, dat gaat gewoon niet meer. En vandaar dat ik ook niet veel kan uploaden, zeg maar. En dat ik de ene keer wel upload en de andere keer niet. Ik wil heel graag uploaden. Ik heb dit paasweekend, ja, heb ik iets van 120 gig samen met Bram opgenomen of zo. Iets van 6 uur lang of zo. Battlefield 4. Maar ik ga dat allemaal nog editen. Misschien neem ik dat mee naar Bram. I don't fucking know. Ik weet wel dat mijn PC gewoon echt het editen niet zo goed aan kan. En dat ik daardoor dus de ene keer wel video's heb en de andere keer niet. Dus mijn kanaal is een beetje inactief met video's. Maar ik beloof jullie dat er rond de zomervakantie, als ik een nieuwe computer heb, dat ik heel veel voor jullie ga uploaden. Want dan heb ik natuurlijk ook snellere computer en dan gebeurt alles 10 keer zo snel. Want nu zit ik ook gewoon met school. Ik zit in het 3e jaar en dan moet ik natuurlijk voorbereiden ook op het 4e jaar. Dus ik moet natuurlijk ook veel leren. En ja, school komt gewoon eigenlijk een beetje op de eerste plek. Want ik wil wel aan mijn toekomst werken. En ja, YouTube is leuk. Dat is zeker leuk. Alleen school die komt gewoon op de eerste plek. En vandaar dat er weinig video's zijn. Want ik wil mijn school sowieso goed hebben. Volgend jaar in de 4e wil ik het goed doen. Ik wil namelijk naar het Grafisch Lyceum. En dan moet je echt goede cijfers hebben. Dus ik ga me goed inzetten. Ook voor school. Er komen natuurlijk nog wel video's op mijn kanaal. Alleen onregelmatig. Ik denk wel 1 keer per week. Eentje. Ik weet niet zeker hoor. Maar ik wil sowieso video's blijven maken. Ik vind het hartstikke leuk. Maar mijn PC, ik zal het even laten zien. Mijn PC die kan het gewoon echt niet aan. Dit ding hier zo. Trouwens, ik moet echt gaan opruimen. Kijk dit. Dit hier zo, weet je. Met zijn paradigit. Ja, het is al oud. Trouwens, ik heb een alternate cadeaubon gekregen van mijn stagebegeleider. Hartstikke aardig. Ik zal de specs van mijn PC eens even opzoeken. En dit is, ja, ik moet klikken en filmen tegelijk. En multitasken lukt mij gewoon. Oké, eigenschappen van de computer. Dat duurt al lang met laden. Nou, moet je kijken. Dit is fucking slecht. Yep. En mijn videokaart, die kan je hier zo niet lezen, denk ik. Die staat hier ergens bij. Mijn videokaart is Intel. Intel nog wat. Oh, sorry dat mijn hand ervoor zat. Ik leer al een beetje met de camera omgaan. Mijn andere vlog was een beetje schokkerig. En ik vind het echt super leuk om video's te maken. Maar jullie moeten ook wel snappen dat ik ook druk bezig ben met school. En dat ik dat vooral niet wil verneuken, zeg maar. Er komen echt nog, ik denk sowieso dat er 1 keer per week een video online komt. Ik doe ook een Minecraft survival serie. Samen met Brian op gamen en zo. Dan moet je maar even gaan kijken. YouTube.com/gamen en zo. Ik denk dat linkje wel in de beschrijving komt. Ik weet het bijna zeker. Dus dan weten jullie dat ik onregelmatig vlogs upload. Dat ik onregelmatig video's upload. En niet zoals in mijn banner staat 4 keer per week. Ik denk dat het 1 keer per week wordt. Maar ik weet het allemaal niet. Ik bedoel, ik heb een PlayStation gekocht omdat ik geen PC-gamer ben. Maar nu zit ik eraan te denken. Ik heb een game-PC nodig om een beetje goed te kunnen editen en alles. En ik heb nu 2 gig RAM, een slechte videokaart, een slechte processor. Kijk, ik kan ermee editen, dat kan ik zeker. Alleen niet op de manier hoe. Het renderen van een video van 3 à 4 minuten duurt bij mij ongeveer 1,5 tot 2 uur. Dus dat, ik doe echt superveel moeite en ik besteed echt superveel tijd aan YouTube. En ja, ik heb mijn school een beetje laten zitten daardoor. Maar ik wil mijn school weer omhoog gaan brengen. En ik kan dan natuurlijk ook meer video's maken voor jullie als ik mijn nieuwe computer heb. Dus er komen sowieso video's. Alleen, ik kan niet zeggen wanneer, weet je. Want mijn computer, ja, ik hoop dat jullie het wel snappen hoor. Ik zou het tof vinden jullie, ik heb echt een spraakgebrek of zo vandaag.
En ik ga deze vlog niet knippen, want dan moet ik weer editen. En mijn PC doet daar veel te lang over. En ik wil deze video gelijk erop hebben. Nou, doe een duimpje omhoog op deze video. Dat zou ik echt super tof vinden. Dan zie ik dat jullie mij supporten. Dat zie ik sowieso al, weet je. Het is gewoon awesome hoe zo'n klein kanaal best wel snel is gegroeid. En ik vind het hartstikke leuk om te doen. En mijn doel is gewoon om een lach op jullie gezicht te toveren, zeg maar. Ik ben niet grappig. Ja, tenminste, sommige mensen vinden mij grappig, sommige niet. Ligt aan je smaak van humor natuurlijk. Maar, weet je, ik wil gewoon ook aan mijn toekomst werken. Ik wil ook aan YouTube blijven doen. Ik zal voorlopig echt niet stoppen met YouTube. Er komt sowieso nog een Draw My Life aan. En er komen heel veel leuke dingen van Bram en mij samen. En Joost erbij van Alledaag Veel Games. Abonneer ook op hem. Link staat in de beschrijving. Die komen allemaal nog online. Ik weet alleen niet wanneer. Ik heb binnenkort mijn vakantie, dus dan kan ik fucking veel gaan editen. En dan komen er misschien wel video's online. Maar ik weet het niet. Ik kan het niet voorspellen, dus hou mijn kanaal maar in de gaten. Er komen onregelmatig video's op. Volg mij ook op Twitter, want ik kondig het ook aan op Twitter als er een video online komt. Mijn Twitter is twitter.com/koffiekopje. Link staat ook in de beschrijving, trouwens helemaal onderaan. Dan moet je maar even scrollen. En nou ja, ik hoop dat jullie er begrip voor hebben. Ik zou echt blij zijn als jullie allemaal een duimpje omhoog doen. Dat zou ik echt tof vinden. Allemaal sowieso bedankt voor jullie support. En dit is geen afscheidsvideo, want ik ga gewoon door met YouTube. Alleen op het moment onregelmatig. En binnen 2 à 3 maanden heb ik een nieuwe computer. Dus daar kan ik gewoon weer vol tijd aan besteden. En dan heb ik ook zomervakantie natuurlijk. Dus nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Nogmaals, wil alsjeblieft een duimpje omhoog. Dat motiveert me enorm om video's te maken. Dan, ik zit te twijfelen om alsnog te gaan editen. Alleen de motivatie is niet als jullie niet liken. Dat is heel raar. Maar nou, ik zou het echt super tof vinden als jullie liken en deze video delen met vrienden. Want YouTube is niet alleen maar opnemen en uploaden. Je moet ook bewerken. Je moet goede beeldkwaliteit hebben. Nou, voor mij HD PVR is 1080p. Maar dat convert ik naar 720p. Omdat het renderen anders veel langer duurt natuurlijk. Dan heb je nog de voice. Daar komen soms ook effecten onder. Ligt eraan. Nou, dan heb je nog het renderen, thumbnail. Er zit echt veel meer tijd in video's dan de meeste mensen denken. En ik dacht ook toen ik aan YouTube begon van YouTube is lekker makkelijk, maar dat is het niet. Maar dat is juist leuk, want dan heb ik er lol in met editen. En dan besteed ik mijn vrije tijd daar ook aan. Maar ja, probeer maar eens een keertje zelf een YouTube video op te nemen, dan weten jullie hoe lastig het is. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Laat een duimpje omhoog achter. Reageer wat jij wilt zien op mijn kanaal. Want dan kan ik dat misschien toepassen als ik een nieuwe computer heb. En dan wil ik jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan check ik jullie later. Yo.